Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt flink wat bewolking voor ons klaar. En uit die bewolking valt ook flink wat regen. In de ochtend regent het wat langer. Dan is het af en toe even droog. En in de middag vallen er buien. Temperatuur vanochtend rond de 7 graden. En langs de kust waait de stormachtige westelijke windkracht 8. Ook in het binnenland veel wind. En tijdens buien kan de wind ook flink uitschieten. Zeker vanmiddag is de buien nog wat pittiger geworden. Met kans op hagel en ook onweer. Temperaturen zo rond de 8 à 9 graden. Dat is redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Vanavond worden de buien langzaam iets minder actief. Er zijn ook wat opklaringen. Temperatuur daalt wat en de wind neemt ook iets af. Langs de kust waait het nog altijd wel hard. Windkracht 7. En ook morgen staat er nog veel wind in de kustgebieden. Een harde wind houden we in het binnenland is de wind vrij krachtig. Het regent van tijd tot tijd en hier en daar schijnt eventjes de zon. Zeker in de middag. Dan wordt het langzaam wat droger met wat meer opklaringen. 8 tot 11 graden. Vrijdag wordt het zelfs 12 graden. En ook in het weekeinde zitten we rond de 10 graden. Vrijdag vrij veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Zaterdag. Een paar buien en zondag wordt het langzaam wat droger. De wind neemt ook iets af, en daarmee luiden we langzaam maar zeker een rustigere periode in. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl